Zo, hier zijn we gebleven. Ik heb ondertussen een schermrecorder. Als het goed is, kun je nou echt van begin tot eind meekijken. En laten we meteen verder gaan waar we gebleven zijn. Dat was namelijk hier zo, bij de kleurtintcurve. En om die kleurtintcurve goed uit te leggen, moeten we heel even het histogram er weer bij pakken. En dat histogram en die kleurtintcurve zijn twee van hetzelfde. De kleurtintcurve is iets hoger uitgerekt en het histogram heeft iets meer kleur. Maar zoals je ziet komen die kleuren ook terug in de kleurtintcurve. Nou, wat is wat nou precies? Dat histogram is eigenlijk niks meer dan een digitale manier om je foto uit te lezen. En wat daarmee bedoeld wordt, is dat hier links is alles zwart. Links zitten de donkerste kleuren van de foto. Rechts zitten de lichtste kleuren, het witte van de foto. En zoals je al ziet, deze foto, die witte achtergrond, die heeft vooral hier rechts een enorme piek. Want het grootste gedeelte van de foto is wit. Dit is de balans van de foto. Er zit eigenlijk niks echt zwarts in. Er zit wat kleur in het midden. En vooral heel veel wit. Nou, diezelfde grafiek van het histogram, die zie je hier ook terug. Hieronder bij die kleurtintcurve. En daar loopt een streep doorheen. En die streep, die is eigenlijk om de hoeveelheid van die kleur in die zone licht te geven. Je ziet ook blauw, groen, rood. Dat hebben we hier ook. Rood, groen, blauw. Dat zijn de kleuren die alle schermen hebben om jou alle kleuren laten. Dat zijn je primaire kleuren als het digitaal is op een scherm. Daar komen we zo meteen op. Voor nu is het vooral belangrijk om te snappen dat zowel op de camera, op je histogram, in je Lightroom, op je histogram, alle histogrammen die je ooit tegenkomt, links is donker, rechts is licht. Okay, die lijn die noemen we de puntcurve en die is nu vrij lineair. Staat hier zelfs ook onder, hartstikke makkelijk. Als we een normaal contrast geven, dan zie je dat die een hele voorzichtige S-curve krijgt. Die term ga je vaker tegenkomen. Die kan je zowel een gewone S-curve als wat een schril contrast. Dan wordt die iets S-igger. En je kan hem ook omkeren. Daarbij zijn hier links die bulletjes boven het midden en rechtsboven onder. Nou, wat doet dit nou? Laten we even naar de foto kijken. We beginnen weer gewoon met lineair. Dan is alles op nul. Kijk naar hier dit zwarte vlak rechtsboven. En kijk naar die rand van mijn hoofd en het haar. Als ik die een normaal contrast geef, dan zie je dat hier dat zwart rechtsboven iets donkerder wordt. En ja, mijn haar is eigenlijk weinig veranderd. En geef het een schril contrast, dan zie je dat hier mijn haar en mijn hele gezicht iets voller van kleur worden. En hier wordt het ook iets donkerder. Dat komt omdat we de lijn hier zo, die zwarte kleuren, die is lager geworden. Die is omlaag getrokken. Nou, hoe lager, hoe donkerder, hoe hoger, hoe licht. Wat doen we nou met jouw foto en met zo'n foto als dit? Nou, een S-curve is altijd wel handig. Want alles wat wit is, wordt hierdoor, als je hier naar boven trekt, nog witter. Alleen, nou wordt mijn hoofd te wit. Dus je zag het ook al in die voorbeelden, dat verschil is heel subtiel. Dan gaan we hier vervolgens in het midden zetten we hem op 0. En hieronder gaan we alles wat donker is, donkerder maken. Nou, dan krijg je best wel een schel contrast. En wat wil ik nou met deze foto? Ik wil graag dat alles wat wit is, echt heel wit is. Dus ik pak dit puntje hier en die ga ik iets hoger doen. En dan wil ik vervolgens de rest vrij neutraal houden. Dus die zet ik hier terug. Dus alles wat wit is, is nou net iets witter. De middentonen hier zo, die zijn allemaal nog hetzelfde. Nou, die lijn tussen hier en hier, die mag wat mij betreft wel recht. Dus ik wil dit puntje kwijt. Dat is heel simpel. Dubbelklikken. Ik klik twee keer op dat bolletje en hij is verdwenen. Voor zo'n foto als dit, is dit eigenlijk wat mij betreft meer dan prima. Dus laten we even naar een andere foto kijken. Zo, dit is een foto die ik gemaakt heb eind oktober tijdens het gouden uur. Zoals je ziet hangt de zon laag. Er is best wel veel contrast, want je hebt natuurlijk die zon die geeft die witte achtergrond in het midden. En we hebben hier moeder, dochter en vader samen met die knuffel en een balletje. En, nou, ik vind dit een toffe foto en dit is een fijne foto om eens te kijken wat die kleurcurve precies doet. Hier waren we gebleven. Deze lijn heeft een normaal contrast. Omdat deze foto al bewerkt is, heb ik hier al aangezeten. En zal je zien dat hier ook een puntje staat onder die andere S-curve. Die noemen ze de parametrische curve. Daar komen we zo. Wat er gebeurt, op het moment dat ik hier de hooglichten, dat puntje omlaag trek, dan zie je dat alle hooglichten hier worden ineens een stuk grijzer. Dus dat gaan we niet doen. Maar we kunnen ook het bovenste bolletje pakken en die in zijn geheel omlaag trekken. Dat betekent dat alle witte dingen ineens een stuk matter worden, doffer. En dat is soms in subtiel gebruik, dus ergens zo hier, zo dat bovenste hoekje, kan dat wel een leuk effect geven. Dan lijkt je foto net iets ouder door.
En dan hieronder hetzelfde. Die zwarte golven. Het mooie aan deze foto is het contrast. Dus als ik dit iets omlaag trek, dan zie je, als ik het heel erg overdrijf, dat echt de silhouetten nog zwarter worden. Je ziet het hier in het gras, je ziet het aan de bomen. En dat kunnen we met die curve ook omhoog halen. En dan is er ineens heel veel detail te zien in de donkere plekken en in de schaduwen. En dit is dus eigenlijk een makkelijke manier om je foto vrij globaal aan te passen. En het doet eigenlijk ongeveer wel hetzelfde als het standaardpaneel. Het grote verschil is dat je met deze curves, die kun je ook opslaan in een preset bijvoorbeeld. Of je kan het synchroniseren met alle andere foto's. En dan heb je dus de globale instellingen van de verhouding tussen licht en donker. En de verhouding op dat histogram, die heb je overal hetzelfde. En dan kan je nog steeds met je individuele foto in dat standaardpaneel aanpassingen. Ik heb ondertussen hier geklikt, dat is de parametrische curve. En die doet eigenlijk hetzelfde als die andere, de puntcurve. Alleen die parametrische, die heeft hier, als je met je muis eroverheen gaat, lichtgrijze vlakken. En die lichtgrijze vlakken zijn eigenlijk de begrenzing, de beperking waarop je die foto aan kan passen. Nou, dat kan op dezelfde manier als met die puntcurve. Die kun je vastpakken, dan kan je omhoog en dan kan je omlaag. Maar zoals je ziet kan die niet verder. En dat zie je ook in die schuifjes hieronder. Die doen hetzelfde. Dus dan kun je de hooglichten omlaag of iets omhoog doen. De lichten. En dit is eigenlijk een makkelijkere, eenvoudigere manier om te beginnen met die S-curve. Alleen, hij is dus ook beperkt. En hij heeft wat extra schuiven hier zo. En deze schuiven, die bepalen eigenlijk waar het gebied zit dat je wil bewerken. Zie je, dus ik kan nou de schaduwen, die heb ik hier, de schaduw, het donkere gedeelte heb ik naar 70% getrokken. En daarmee kan ik veel dieper zakken. Dan wordt het echt een echte silhouetfoto. En ik kan hem ook heel stuk verder omhoog trekken. Dan is er niks meer helemaal donker. Dubbelklik is terug naar 0. Maar die hoort eigenlijk netjes zo een beetje verdeeld te staan. Waarom zou je dit nou doen? Nou, stel nou dat je graag heel veel bereik wil hebben in de lichte plekken van de foto, maar wat minder bereik in de donkere plekken. Dan kun je hiermee makkelijk en snel wat aanpassingen maken. Maar dan, die drie kleuren, rood, groen en blauw, die zijn te zien in vrijwel alle foto's. Rondom het hoofd van het meisje zit er wat rood-oranje gloed. En zoals je ziet is het licht, zeker als je inzoomt, mooi ook die nevel, is goud van kleur tijdens het gouden uur. Nou, dat rood en dat goud, dat zit allemaal best wel dicht bij elkaar. Wat kunnen we nou doen? Alles wat hier donker, vooral bij haar oren, wat donker en rood is, kan ik omhoog trekken. Wow. En nog roder maken. Zie je? Dat geeft een nog meer gouden kleur aan dat gouden uur. Met als nadeel, nou heel die foto rood is. Dus dat willen we niet, want alle schaduwen die willen we het liefst gewoon zwart houden. Dus dat puntje hier, die gaat naar beneden. Maar die middentonen en die schaduwen, die mogen wel iets roder. Zie je dat? En dat is net een heel klein stukje omhoog. En het wordt iets roder en warmer. Nou, alles wat wit is, willen we niet rood-roze maken. Dus dan gaan we hier in het midden, zetten we hem weer naar 0. En dan zakt hij hier zelfs een beetje omlaag. En dat is wel prima. Nou, klikken we hier op dit oogje, houden we die ingedrukt. Dan zie je hoe het van tevoren was. En dan zie je, als je hem loslaat, hoe het nu is. En dat telt voor het hele venster, dus ook voor die eerdere aanpassingen die we gedaan hebben. Dus klikken is niet, loslaten is wel. Nou is die mijn inziens net iets te rood, maar op zich zat het in de schaduwen wel goed. Dus gaan we even kijken naar de kleur die tegenover rood staat. Dat is groen. Dus ik wil hier, als ik die groene omlaag hou, wordt die nog roodrozer. Dus we doen iets meer groen in die schaduwen. Minimaal ook weer. En deze mag naar 0. Nou, blauw zit niet heel veel in de foto, behalve dat zij een blauw shirt en een blauwe jurk aan hebben. Die kan ik vrij duidelijker blauw maken zo, maar ik vind persoonlijk in het hele geheel dat dat blauw niet heel veel toevoegt. En daarom zou ik die echt hier laten zitten. Deze in het midden. En zo zie je dat je met heel klein verschil best een groot verschil kan maken. Want ik heb nu alle vijf
die schuiven gehad. Wat trouwens ook niet nodig is. Je kan met die eerste of met die tweede kun je makkelijk vooruit. En kun je honderden foto's nabewerken. Maar als ik nou kijk naar de voor en de na. Dan zit er wel een subtiel verschil in. En dit paneel, dit verschil, die kleuren. Hiermee kom je echt op niveau. Dan kan je echt het verschil maken gewoon door die standaard nabewerkingen net naar een hoger niveau te tillen. Dit is ook heel leuk om uit te proberen en de kunst blijft dus om het zo klein en subtiel mogelijk te houden. Als laatste tip aan het eind van deze video, die histogram hierboven, die geeft aan welke tinten dat die ziet. Dus als ik hier met mijn muis op ga, staat daar zwarte tinten, schaduwen, belichting, hooglichten en de witte tinten. En het mooie is, je ziet het al aan de aanwijzer, die kun je vastpakken en verschuiven. Dus wat gebeurt er nou als ik de zwarte tinten vastpak en iets naar rechts schuif? Dan wordt het geheel dus lichter. Dan pakt hij alle zwarte tinten en die maakt hij lichter. Nou, dat is makkelijk nabewerken. En dat geldt ook voor het wit hier zo. Je ziet zelfs de schuif. Hier zie je wat er gebeurt onder je sluitertijd. Nou, waar zie je die aanpassingen nog meer? Die zie je in je standaard paneel. Dus het histogram beïnvloedt het standaard paneel. En natuurlijk de foto. De kleurtintcurve beïnvloedt alleen de foto. En het histogram leest die weer uit. Nou raad ik niet aan om na te bewerken met het histogram. Het is wel makkelijk als je heel snel even schuif, schuif, klaar foto na wil bewerken. Alleen het histogram vreet heel erg veel van de denkkracht van je computer. En je zal merken dat Lightroom net een klein beetje sneller is als je hem fijn ingeklapt houdt. Dat was hem voor nu. Heel veel succes en tot de volgende. Doei!